Oké. Luister. Ik maak me zorgen over het nieuwe kabinet. En dan heb ik het niet over de formatie. Hè? Dat komt wel goed. Ja, toch? Prima sfeer, leuke mensen. Nee, ik heb het over geld. Over de economie. Want volgens mij staat Nederland op het punt een paar gigantische fouten te maken. Het is tijd voor onze nieuwe rubriek. De avondshow. Kijk uit nou, joh. Ja. De avondshow. Kijk uit nou, joh. En deze keer moeten we uitkijken dat de vier formerende partijen niet onze economie gaan slopen. Want het gaat hier nu best wel lekker, economisch. Maar het kan zomaar helemaal misgaan met ons vestigingsklimaat. Dus hoe fijn het voor bedrijven is om hier gevestigd te zijn. Want kijk, hier. ASML dreigt met vertrek uit Nederland. Het grootste Nederlandse bedrijf, de allerbeste chipmachinemaker ter wereld, ASML uit Veldhoven, overweegt om te vertrekken. En ook Boskalis, het baggerbedrijf, want laten we wel wezen, dat is het, overweegt om weg te gaan. Boskalis, dat is het enige bedrijf dat toen dat gigantische schip uit het Suezkanaal kon lostrekken. Niet Bertolli, niet Gillette, nee, ons eigen Boskalis. Nederlands bedrijf wil nu misschien weg. En ook NXP uit Nijmegen, die maken chips voor alle nieuwe auto's en ook voor de OV-chipkaart. Dus zonder NXP kun je alleen nog maar fietsen. Die zijn ook bezorgd over het Nederlandse vestigingsklimaat. Sterker nog, meer dan 10 grote beursgenoteerde bedrijven denken aan een vertrek uit Nederland. En kijk, dan kun je zeggen, ja, hallo Arjen, dit is gewoon een lobby, je bent erin getrapt. Dit zijn grote bedrijven die tegen Nederland zeggen van, zo, leuk economietje heb je daar. Zou toch zonde zijn als er iets mee zou gebeuren? En dat is ook zo. Hè? Ik bedoel, het zijn dreigementen van grote jongens die uiteindelijk gewoon zoveel mogelijk winst willen maken. Dus we moeten zeker niet klakkeloos doen wat ze zeggen. Maar het punt is dat ze wel een punt hebben. Want grote bedrijven zijn belangrijk voor de economie en Nederland wordt voor die bedrijven echt minder aantrekkelijk. En dat heeft te maken met een gloednieuw rotwoord, namelijk vestigingsklimaatverandering. Want je kunt het ontkennen, maar het vestigingsklimaat in Nederland is aan het veranderen. En dat komt hoogstwaarschijnlijk door de mens. Kijk, dat is wel waar. Ons vestigingsklimaat was altijd best aangenaam. Nederland staat 5e op de World Competitiveness Ranking. Dat is een lijst met de fijnste landen voor bedrijven om zich te vestigen. Dat is echt hoog. Hè? De VS staat bijvoorbeeld op plek 9. VS, hè? Het land waar je als kleuter gepest wordt als je niet al 3 start-ups op je naam hebt staan. Dus we gaan nog heel lekker. Maar hoe komt dat? Hè? Wat maakt ons dan zo aantrekkelijk? Nou, dat is altijd een beetje ongemakkelijk om over jezelf te zeggen. Dus ik laat het even over aan een mevrouw. Deze mevrouw van een groot Amerikaans bedrijf dat zich 2 jaar geleden vestigde op de Amsterdamse Zuidas. Netherlands popped up into our heads immediately when we thought about expanding into Europe. Because it is well connected, it has a nice infrastructure. We wanted to be surrounded by high standard universities and cutting edge research institute and hospitals. Ja, zij werkt bij het bedrijf Nanostring. Zij ontwikkelen de kleinste onderbroeken ter wereld. Ik weet niet of we daar een plaatje van hebben, hebben we dat? Oh ja, dan best wel een grote onderbroek, toch? Oh, maar dat is een bacterie natuurlijk. Ja, oh ja, hij is wel echt heel klein. Hoe dan ook, zij zegt dus, Nederland heeft goede voorzieningen, dus voor bedrijven is het aantrekkelijk om hier te zitten. En dat is ook zo. We hebben de haven van Rotterdam, we hebben Schiphol, we liggen naast allemaal grote rijke landen, we hebben goede scholen, snel internet, goede wegen, redelijk OV, we spreken goed Engels, behalve Jan Slachter. Het is altijd superlekker weer. Oké, misschien moet ik hier even stoppen. Maar goed, dat zijn allemaal dingen die Nederland een fijn land maken. En mede daardoor zitten hier veel grote bedrijven. En die grote bedrijven die halen veel hogeschoold personeel uit het buitenland. Dit is Noreen Hussein. Ze studeerde aan de Nelson Mandela Universiteit in Kaapstad. Nu woont ze in Sittard. Dit is Mirjam. Nog niet zo lang geleden werkte ze in Madrid bij Airbus als kwaliteitscontroleur voor straaljagers. Maar ze wilde zelf de wereld overvliegen en verruilde Madrid voor Veldhoven. Ja. In het voetbal is dat niet heel cool, hè, van Madrid naar Veldhoven. Maar in de chipwereld is ASML dan weer het Real Madrid. En bekend van het spreekwoord, en wie niet springt, die is geen chip. En dit soort mensen kan overal een baan krijgen. Dus om ze te verleiden naar Nederland te komen, krijgen ze hier korting op hun belasting. Nederland heeft al heel lang een vrij riante expatregeling, waarbij expats niet over hun hele inkomen belasting hoeven te betalen. Over de eerste 30% hoeven ze geen belasting te betalen. Dus het is een enorm voordeel. Expats hoeven over de eerste 30% van hun inkomen geen belasting te betalen. Tip, stop met werken bij 30%. Ik zeg altijd, als je ruim voor de lunch naar huis gaat, zit jij meestal goed. En
En die expatregeling die is fijn voor expats zelf, maar dus ook voor bedrijven. Want die kunnen voor minder geld toch een heel goed netto salaris bieden. En Nederland heeft nog meer leuke voordeeltjes, zoals het Nationaal Groeifonds. Daar zit 20 miljard euro in, waarmee bedrijven kunnen investeren in innovatie. Hier, vorige week nog, Nationaal Groeifonds trekt 125 miljoen euro uit voor proefdiervrij centrum in Utrecht. Dat klinkt heel nuttig, al dacht ik eigenlijk dat het centrum van Utrecht al proefdiervrij was. Maar oké. Grote bedrijven zaten dus altijd graag in Nederland. Maar wat is er dan veranderd? Waarom dreigen ze dan nu opeens te vertrekken? Nou, dat heeft dus te maken met dit vrolijke viertal. De formerende partijen. Want dat zijn niet per se partijen die zeggen... leuk, allemaal slimme mensen uit het buitenland, laat maar binnen. Ik bedoel, Pieter Omtzigt bijvoorbeeld. Die wil minder migratie en dat wil hij onder andere doen... door het aantal buitenlandse studenten te beperken. Ook aan technische universiteiten wil Omtzigt dat Nederlands weer de voertaal wordt. Dan krijg je dus, pak allemaal je elektrieke tekstverwerker. Wat? My laptop? Ja, je schootbovenkant. Jazeker, ja. En... zonder buitenlandse studenten hebben bedrijven als NXP niet genoeg werknemers meer. De afgelopen 5 jaar was pakweg 1/3 van de jonge mensen die we aangenomen hebben... had een buitenlandse nationaliteit. Had hier in Eindhoven, Delft, Twente gestudeerd. Mm-hmm. En ja, die mensen hebben we nodig. Ja, voor die chipbedrijven zijn universiteiten onmisbaar. We hebben die slimme buitenlanders gewoon nodig. En daarom trok ook Limburg vorige week aan de bel. Buitenlandse studenten zijn hier onmisbaar. Ze schreven zelfs een brandbrief aan de toekomstige regeringspartijen. Dus in Limburg, hè, het achterland van Wilders... zeggen ze nu tegen de formerende partijen... een beetje xenofobie is leuk, maar je kan ook te ver gaan. En Omtzigt heeft nog een stokpaardje, namelijk de expatregeling. Want daar is hij ook tegen. Dit was eind oktober tijdens de campagne. De expats die krijgen 30% van hun salaris belastingvrij. Dat voordeel moet fors naar beneden. Gaat u het afschaffen? Ik ga het bijna afschaffen. Ja, hij ging de expatregeling bijna afschaffen. En inderdaad, toen nog niet, maar wel bijna, want dit was een paar dagen later. Het is donderdag 26 oktober. Op de bewuste avond komt ook het amendement Omtzigt ter stemming. Hij wil de studenten van de pechgeneratie compenseren. Het geld hiervoor wil hij verkrijgen door de expatregeling te versoberen. Het voorstel van Omtzigt wordt aangenomen. Ja. Omtzigt wil de studenten van de pechgeneratie compenseren... en daarvoor versobert hij dus een fiscale regeling... waar je eigenlijk heel goed over na zou moeten denken met z'n allen. En die stemming was ook nog eens om 3 uur 's nachts. Dat is ook wel weer typisch Omtzigt trouwens. Hè? De meeste mensen gaan om 3 uur 's nachts dronken hun ex appen. Pieter Omtzigt sloopt met zijn slaapdronken harsjes de halve expertregeling. En dat was best wel schokkend voor bedrijven... en ook voor hoogleraar economie Arnoud Boot. Dat was onacceptabel. De boodschap aan het bedrijfsleven was... als dit zomaar op een middag en avond kan, what is next? En die onzekerheid is iets waar het bedrijfsleven niet mee kan opereren. Ja, bedrijven weten dus totaal niet wat ze aan Omtzigt hebben. Net als iedereen dus eigenlijk. Kijken we even naar de BBB. Daar kunnen bedrijven wel op bouwen, maar alleen bedrijven waar Yvonne Jaspers wel eens op de koffie komt, zeg maar. Want 2 jaar geleden wilde BBB de expertregeling al afschaffen. En eind oktober stemden ze ook voor dat plan van Omtzigt om het te versoberen. Maar vorige week draaide de BBB ineens. Hier, BBB expertregeling mag niet verdwijnen. Nou, wat was er gebeurd? Nou, BBB-kamerlid Henk Vermeer bracht vorige week een bezoek aan ASML. En daarna zei hij opeens... ik denk dat het afschaffen van de expertregeling heroverwogen moet worden. Lekker gewerkt, Henk. Hier zie je hem trouwens bij ASML. Ja, nu ik het zo bekijk, vind ik die expertregeling toch wel belangrijk eigenlijk. En op zich wel fijn natuurlijk, hè, voortschrijdend inzicht bij de BBB... maar wel zorgwekkend dat er een bezoekje aan de fabriek voor nodig was... om ze aan het denken te zetten. Hè, ik bedoel, als Henk Vermeer toevallig een meubelwinkel was binnengelopen... dan hadden we nu de hoekbanksubsidie gehad. En dit is precies waar die bedrijven zo'n hekel aan hebben. Onvoorspelbaar overheidsbeleid. Nou, en dan is er nog de PVV, de grootste partij aan de formatietafel. En daar kun je veel van zeggen, maar ze zijn wel lekker duidelijk. Een bijna ongelimiteerde tsunami aan vreemdelingen overspoelt ons land al jaren. Van asielzoekers tot arbeidsmigranten en buitenlandse studenten. Iedereen en zijn moeder wordt hier binnengelaten. Iedereen en zijn moeder, voilà, voorzitter. Dit is dus... Hij zegt het. Maar dit is dus de grootste partij en hun wereldbeeld is zo, nou ja, overzichtelijk... dat die expertregeling in hun verkiezingsprogramma in een bakje zit, in één bakje... met allerlei onzinnige subsidies voor kunst, cultuur, publieke omroep, expats en vergroening. Hé, wat leuk, ik zit ook in dat bakje. 3 keer zelfs. Ja.
Nee, 4 keer zelfs. Vergroening. Ook, hè? Ik heb een insectenhotel naast de voordeur hangen. Leuk ding, maar ze gaan wel heel, tot heel laat door. Hey, baby, kapper nou! Oh ja, en de VVD dan natuurlijk. Nou, die waren ooit pro-economie, maar die zijn nu vooral van grenzen dicht. En dat groeifonds, die miljarden voor innovatie, daar heeft de VVD vorig jaar gewoon geld uitgehaald om benzine te subsidiëren. En inmiddels is dat hele groeifonds zo'n beetje afgeschaft. Mede dankzij de VVD dus. Wat echt heel dom is. Hier, kijk, de Rabobank schat dat elke euro die het Nationaal Groeifonds investeert uiteindelijk bijna 6 euro oplevert. Dus dat is de wind die nu is gaan waaien. We krijgen een kabinet dat minder slimme, hoogopgeleide mensen naar Nederland wil halen en dus ook minder grote bedrijven. En op zichzelf is dat niet heel raar. Ik bedoel, als ik een populist was, dan was ik ook tegen de expertregeling. Ja toch, mensen? Yeah. Precies. Want A, we hebben te weinig huizen. En B, die expertregeling is ook gewoon een beetje oneerlijk. Ik bedoel, je hebt dan opeens een nieuwe buurvrouw die, met een Tesla die jij niet kunt betalen. En een elektrische bakfiets die duurder is dan jouw auto. Ze spreekt geen Nederlands, wat super irritant is in de buurt-app. En dan betaalt ze ook minder belasting dan jij. What the fuck? He, geldt ook voor het groeifonds. Daar zat 20 miljard in. En dat ging dan naar grote bedrijven met slimme ideeën. Terwijl ik heb ook wel eens een slim idee. He, laatst nog die walk-in besteklade. Gat in de markt. Maar ik krijg daar geen miljard voor. Wel een paar ton, maar dat is natuurlijk veel te weinig. Dus ja, ik snap wel ergens dat deze vrolijke vriendengroep zegt, schaf maar af die hele hap. Maar dat is dus niet handig. Soms zijn dingen een beetje oneerlijk en toch in het algemeen belang. En in het buitenland snappen ze dat al. Kijk, Duitsland voert baanbrekende wetten in die arbeidsmigratie vergemakkelijkt. En hier, Frankrijk probeert juist grote bedrijven te lokken. Macron heeft zich als doel gesteld om binnen 6 jaar 30.000 Indiase studenten binnen te halen. Ze zitten zelfs openlijk te azen op ASML. En tuurlijk, dat is een van de belangrijkste bedrijven ter wereld. En Nederland gaat zijn grenzen dichtgooien. Dus Frankrijk zit nu zo van, willen jullie dat nog? Want anders lusten wij dat wel. En hier, nieuws van vandaag. Een Nederlandse start-up wilde een aanvraag indienen bij het Groeifonds voor een nieuwe schone kerncentrale. Maar dat kan dus niet meer, want het Groeifonds is gesloten. Dus nu springt Frankrijk in dat gat. Incroyable. Met andere woorden, iedereen en zijn moeder snapt wat er op het spel staat. Behalve wij. Dit gaat echt om de vraag, wat voor land je wilt zijn. Een superslim high-tech landje waar iedereen naartoe wil komen, of een gezellige wei vol koeien met een heel hoog hek eromheen. En landbouw is ook belangrijk, snap ik ook wel. Maar toch even, hè, puur voor de gein. Een vergelijking tussen de veeteelt en de tech-industrie. De veesector en alles eromheen, dus ook zuivel en veevoer en zo, voegt 15,3 miljard euro toe aan de Nederlandse economie. Oké, best wel veel. Maar dan de high-tech sector. He, dus van die computerchips van de NXP en de chipmachines van ASML. Maar ook computers, navigatieapparatuur, pratende magnetrons. Kijk uit, Arjen, fucking heet, dat soort dingen. Daarvan is de toegevoegde waarde ongeveer 80 miljard euro per jaar. Dat is meer dan 5 keer zoveel als alle koeien, kippen en varkens bij elkaar. En de veehouderij gebruikt bijna de helft van alle grond in Nederland en levert ook nog eens superveel schade op voor milieu en klimaat. En toch gaat het in Den Haag steeds maar over het redden van de boeren en of zij straks nog wel kunnen bestaan. De boeren hebben zelfs letterlijk iemand aan de onderhandelingstafel zitten. En ik bedoel heus niet dat het Nederlandse overheidsbeleid voor 100% in dienst moet staan van de tech-industrie, maar het levert Nederland extreem veel geld op. Misschien veel meer dan je denkt. En dat is best wel belangrijk, want daar betalen we wegen en scholen en ziekenhuizen en zo van. Dus we moeten uitkijken dat ons nieuwe kabinet met zijn voorkeur voor vlees en grenshekken niet de hele economie in elkaar laat donderen. Wat mij betreft moeten die partijen aan de formatietafel zich ook eens afvragen, hoe gaat-ie met ons vestigingsklimaatie? Kut, zit die weer in mijn hoofd. Ah. En dit was de avondshow. Kijk uit nou, joh. Yes. Als je moest kiezen of abonneren op dit kanaal of naar NPO Start gaan en de hele aflevering terugkijken, wat zou je dan doen? Ik wacht wel.